De jongste, nou een van de, een hele groep jonge deelnemers hier bij Cool Talent in de Schouwburg. Bij wie ga ik beginnen? Zal ik nou eens even bij jou beginnen? Waar is het allemaal begonnen voor jullie? De muziekavond op onze school, de Goudse Waarden. Daar zijn wij begonnen. Twee jaar geleden in de brugklas. Toen kwam ik wist al wie Abel was. En hij wist dat Fatijn nog met Julian op zoek was naar een zanger. Dus toen kwam ik met hem en Julian in aanraking en zo, ja, toen werden we eigenlijk een bandje. Lekker jong zijn jullie allemaal. Echt volgens mij een van de jongs ook. Jeugdig, hè? Oh ja, jeugdig tegenwoordig moet ik het noemen. Free. Hey, maar het is toch wel een aparte keuze qua muziek. Laat ik nou eens bij jou zeggen, want jij bent lekker mondig. Het is wel apart muziek. Ja, nou dat is sowieso, als je al gitaar speelt, dan zoek je wat meer de uitdaging op. En dan ga je natuurlijk al naar de rock en metal kant. En dat is ook hartstikke leuk om te spelen. Dus daar blijf je dan een beetje aan. Proud Mary, een van de laatste nummers voor de pauze, zeg maar. Het was wel leuk. Het was zeker leuk. Erg leuk om te doen ook. Maar jij komt niet uit Gouda, jij komt uit Schoonhoven. Ja, klopt. Ik zit in Schoonhoven op school en ik woon zelf in Lopik. Wat vind je ervan dat ook Schoonhoven mee kan doen aan deze talent? Heel gaaf. Vind ik echt heel fijn dat het niet alleen Gouda is, maar dat wij hier ook gewoon aan mee kunnen doen. Talig op Cool Talent Tijmen. Wat dacht je bij jezelf? Nou, ik kende de artiest al. Ja. En het was, ik vond hem heel super vet. Ja. En een nummer was Seven Nation Army. En ik dacht, dat is niet super leuk om te gaan doen op het podium. Dus ik denk, ik ga verder kijken naar zijn nummers. En toen vond ik dit. Waarom heb je dan voor dat Franstalig gekozen? Het klonk zo fantastisch. Ik vond het echt een beetje soul. Ja. Er zijn toch mensen met irritante gewoontes? Neem Bernie. Bernie hield van kauwgom. Wanneer klopt kauwgom? Plopt. Kom ik op een avond thuis, goed de ziekte erin, op zoek naar een beetje begrip. Ligt Bernie op de bank, beeldje in zand,
En zijn bek voor kauwgom. Van die klap kauwgom. Plop. Dus ik zeg tegen hem. Ik zeg, Bernie, als je dat nog één keer doet. En wat zegt hij? Plop. Dus ik pak het geweer van de schoorsteen. En ik los 2 waarschuwingsschoten. Dwars door zijn kop. Hij vroeg er zelf om. Hij vroeg er zelf om. Die kerel kende geen fatsoen. Janine Groenendaal, winnares bij het Antonius College Muziekavonden en nu hier op Cool Talent in de Goudse Schouwburg. Ja, hetzelfde nummer weer. Ja, klopt. Ja, ik vond zelf wel iets beter gaan qua zang, qua cello act wat minder, maar ja. Ja, iets minder cello act, want er gebeurde echt iets ernstigs, hè? Ja, klopt. Ik was aan het spelen en mijn cello wordt weggehaald en het komt tegen de microfoon aan en mijn kam breekt. En nu? Nu moet hij naar de vioolbouwer en gemaakt worden. Ik stel je ook voorheen ooit de vraag van, wil je er iets mee, wat mee doen? Vorige keer won je het Antonius College Muziekavond. Mm-hmm. Het is nu even een paar weekjes verder. Heb je daar nog over na kunnen denken? Ja, ik wil met zang wil ik eigenlijk niks doen. Vind ik gewoon leuk om te doen. Maar met mijn cello zou ik het wel echt leuk vinden om daar verder mee te gaan. Bij André Rieu in zijn orkest? Ja, dat vind ik dan een beetje... Nee, dat niet. Maar, toch maar niet. Nee, maar gewoon musicals en gewoon orkesten, dat vind ik wel heel vet. Ja. I got music in me.